Lokale politiek. De politici van de gemeenteraad en van de deelraden hebben reces, maar dat betekent niet dat ze niet aanwezig zijn. En voor ons een kans om eens wat dieper in te gaan op wat lokale politici eigenlijk bezielt. Waarom gaan ze in de politiek? Wat zijn hun achtergronden? Vandaag praten we met Attila Arda. Hij is lid van D66 sinds september 1997 in de raad. Dus een stukje van de vorige periode. En ook nu in de raad. Attila, welkom. Even met een duidelijke vraag te beginnen. Wat is je achtergrond? Ik neem maar van waar ik vandaan kom en dergelijke. Waar je vandaan komt? Wat, ik ben nu alweer 28 jaar terug in Istanbul, Turkije geboren. Ik ben op 3-jarige leeftijd hierheen gebracht. Ik woon dus alweer een tijd in Amsterdam, 25 jaar. Heb van het begin in Zuidoost gewoond, toen naar West getrokken. Woon nu inmiddels met mijn vrouw nog steeds in Zuidoost. Ik ben eigenlijk teruggekeerd van waar ik was begonnen. Heb dus een groot deel van mijn leven in ieder geval in Amsterdam-West doorgebracht. Daar op school gezeten. Heb er ook gewerkt bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dat zit ook allemaal in West. Wat voor school ben je geweest? Ik heb financiële bedrijfskunde gestudeerd en rechten. En heb bij de Raad voor Rechtsbijstand gewerkt voordat ik raadslid werd. En je kunt je voorstellen dat voor een fractie als de onze, met 4 man inderdaad. Moet je veel doen, hè? Dus je moet veel dingen. Het is eigenlijk gewoon een fulltime job geworden inmiddels. Ja. Ja. Daar word je er niet vreselijk goed voor betaald? Je wordt er, als je het in uren uitdrukt, en wat krijg je ervoor? Dan word je slecht betaald als raadslid, ja. Je kunt er niet van leven. Je krijgt, misschien vind je niet van belang, maar wat krijgt een raadslid nou betaald? Het is wel van belang in die zin, dus dat iedereen het gewoon ook kan opzoeken. Het is gewoon 38.000 gulden bruto per jaar wat je daarvoor krijgt. Dus dat is een, met vakantiegeld, dus dingen, ik neem aan dat dat er allemaal afgaat. Ja. Dat zit je een kleine 3.000 gulden in de maand. Het is minder. Het is minder. Dat is bruto bedoel, ja, ja. Kan je daar nog een auto van rijden? Ik heb ook nog een autootje, ja. Autootje, ja. Oké. Maar het is dus niet zo dat een raadslid... Eigenlijk is dat wel grappig. Dus het inkomen van een raadslid ligt een beetje op de grens waar je nou nog net dat kan doen. Mensen als Roel van Duin die af en toe een boekje er schrijft, dat kan net. Toch is dat salaris of die vergoeding niet gebaseerd op het feit dat het werk is. Het is een tegemoetkoming. Het is inderdaad een tegemoetkoming. Het Rijk gaat er ook vanuit dat je eigenlijk niet fulltime met dit werk bezig bent. Men gaat er vanuit dat een gemiddeld raadslid 20 uur per week met raadswerk bezig is. En daarnaast eigenlijk iets anders zou moeten doen. In de grote steden, dat geldt ook voor Rotterdam. In de grote steden zie je zo langzamerhand een situatie ontwikkelen. Dat eigenlijk daar niet meer aan tegemoet komt. Dat beeld is incorrect. Het beeld in de grote steden is raadsleden die gewoon 30, 40, soms zelfs 50 uur in de week, afhankelijk van de grootte van je fractie, bezig zijn met het raadswerk. En dat heeft ermee te maken dat in de grote steden de vraagstukken veel complexer zijn geworden. Ja, je hebt ook, laten we even gewoon de feiten bij de naam noemen. Ieder raadslid krijgt een portefeuille met daarin een aantal zaken. Nou, je hebt 8 wethouders. Dat betekent dat er 8, tenminste 8 feitelijke commissies van bijstand heten die officieel zijn. Dat betekent dat er 8 vergaderingen per 2 weken zijn. Nou, als je daar de helft van wil aflopen, dan heb je al 4 avonden of 4 middagen ben je al kwijt. Ja, er zijn 8 wethouders, dus 8 commissies. Plus nog eens 3 binnenstadscommissies, want we zijn ook nog het bestuur van de binnenstad van Amsterdam. Daarnaast zijn er nog wat technische commissies, zoals de beroepscommissie, waar mensen in bezwaar kunnen gaan tegen besluiten van de gemeente. En we hebben de rekeningencommissie, waar gewoon wordt gekeken of het geld wel goed wordt uitgegeven. Daar zit ik ook nog in. Alles bij elkaar kom je uit op zo'n 15 commissies. Die moeten dus door... Die moeten hier wel bemand zijn. Dus zelfs jullie kleine fractie moet daar naartoe. En daarnaast hebben we, gisteren werd het Scheepvaartmuseum werd er iets geopend. Dan is er weer, op januari is er een nieuwjaarsborrel. Daar moet je toch ook je gezicht laten zien. Er zijn de vergaderingen van je eigen partij. Ja. De vergadering van de eigen partij, de vergaderingen die gewoon op buurtniveau soms plaatsvinden. Neem nou zo'n Noord-Zuidland, daar zitten ook gewoon op buurtniveau vergaderingen bij. Als je woordvoerder verkeer bent, dan word je geacht ook daar aanwezig te zijn. Er zijn de officiële bijeenkomsten, omdat iemand weggaat of iemand komt in dienst. Er zijn de gesprekken die ik in ieder geval wens te voeren voordat ik een onderwerp goed begrijp, behalve de papieren zeg maar, dat ik ook nog even bij een ambtenaar langs wil gaan of bij een betrokkenen. Ja, dat alles bij elkaar maakt dus dat in een grote stad als Amsterdam, voor kleinere fracties, en we hebben 4 fractieleden zoals je weet, waarvan er 1 wethouder is, dan is dat dus niet meer in 20 uur per week te doen. Slecht betaald beroep, waarom doe je het dan? Ja, waarom doe je het? Het is moeilijk nog zeg maar, achteraf te reconstrueren hoe ik politiek actief ben geworden. Ik ben 10 jaar geleden lid geworden van D66.
Dat is een tijdje terug. Er speelden zowel bewust als onbewuste dingen mee. Bewust in de zin van ik wil iets doen voor die omgeving. Ik vind dat ik het redelijk getroffen heb. Ik heb een land wat redelijk stabiel is waar ik woon. Goed onderwijs, goede gezondheidszorg. Alles is netjes, zeg maar. Van huis uit heb ik geleerd dat je dan iets moet teruggeven. En voor een deel was het ook onbewust. Mijn ouders deden altijd vrijwilligerswerk. Die zaten in buurtcomité's, buurtorganisaties, deden van alles. Er werd veel over politiek thuis gesproken. Het sprak eigenlijk zo een beetje voor zich dat ik iets op school bijvoorbeeld al ging. In een leerlingenraad, in een medezeggenschapsraad. Dat heb ik ook allemaal gedaan. Het leek wel een soort van natuurlijke verloop. Het klinkt heel goed. Dat is één manier. Zit daar ook ambitie in? Ja, ambitie in zoverre dat ik nu ik het werk wel doe, dat ik ook iets probeer achter te laten. Ik wil wel dat mensen later kunnen zeggen, maar dat ik dat ook op mijn oude leeftijd zeg maar kan zeggen. Het Attila Ardaplein. Nou, dat hoeft niet. Ik ben niet zo gek op privénamen. In ieder geval niet mijn privénaam op een plein. Maar wat veel mij wel van belang is, dat ik achteraf kan zeggen, goh, ik heb in ieder geval een bijdrage kunnen leveren. Het kan soms heel simpel zijn. Hele simpele zaken, zoals van de week nog in de gemeenteraad. Wanneer wij het over sport, jeugdsport hebben en verenigingssport, dat wij toen een motie hebben ingediend, dat heb ik namens D66 gedaan, om het percentage jongeren dat aan sport meedoet, in ieder geval te willen verhogen. Of het lukt is een vraag, maar in ieder geval dat wil je. Dat we 250 extra vrijwilligers voor de verenigingssportverenigingen erbij nemen en 250 werklozen aan een baan helpen. Dan denk ik, als dat lukt over 4 jaar, dat is het doel, dan heb ik daar een bijdrage aan geleverd. Dat is voor mij al ambitie genoeg. En soms gaat het ook om zaken die wat verder gaan. Neem nou het millenniumprobleem. Net als vorig jaar hebben we ook dit jaar een aantal voorstellen daarop gedaan. Een van die voorstellen was dat we in 1999 tot een algemene Amsterdamse testdag zouden komen, waar ook de rampenbestrijders aan zouden meedoen. Dat is goedgekeurd door de Raad. Als wij daarmee kunnen bereiken dat wij beter voorbereid zijn op 1 januari 2000 en wat daarna gaat komen, denk ik, ja, dan heb ik daar ook weer een bijdrage aan geleverd. Die vind ik natuurlijk heel leuk, want dat idee van de Millennium Testdag komt uit het boekje wat ik daarover geschreven heb. Ik ben blij dat Amsterdam nu dat doet, maar ik hoop ook dat, en dat is dan misschien het aardige, dat zo'n Amsterdams initiatief dan wordt overgenomen en dat er ook landelijk gezegd wordt, hey, laten we een landelijke Millennium Testdag gaan doen en laten we op één dag ook met de bedrijven die bij de betrokken zijn gewoon zeggen, hey, en mijn voorstel was ergens in de zomer, want dan is het niet zo koud als het allemaal misgaat. Dit is Millenniumdag, in je bejaardentehuis, in je fabriek, gaan we vandaag eens proberen die zaak te testen. En dan weten we met elkaar dat als het licht uitgaat of als er iets misgaat, dat we daar klaar voor staan. Ja. Heel goed idee. En zo gaat dat dan misschien zelfs nog naar een landelijk of zelfs naar een internationaal niveau. Dan zeggen we, hey, dat gaan we doen. Oké, dat is leuk als je die dingen kunt doen. Aan de andere kant zie ik je optreden in een clubje dat heet De Opschudding. Ja. Of misschien is het wel een hele grote club, maar ik zie foto's in de krant. En dan zie ik Attila Arda staan op de voorpagina van de Telegraaf, was het geloof ik. Er komt vernieuwing in D66. Wauw, ik dacht dat D66 de vlees geworden voor de vernieuwing was. Maar dat blijkt dan niet meer te kloppen. Er moet weer geschud worden. Nou, het was wat ons betreft, en die groep bestaat dus uit zo'n 60 tot 70 D66 leden. Wat meer beweging inderdaad. Een aantal zaken, gewoon partij intern in de organisatie, waren naar onze mening niet meer zo goed. We hebben een aantal zaken ook voorgesteld om af te schaffen. Dat is ook inmiddels gebeurd. Een aantal raden die wij hebben. En daarnaast menen we dat je ook aan de optische kant zeg maar, van de politiek, de inhoud, daar gaan we later aan werken. Eerst moesten een aantal zaken organisatorisch worden geregeld. Dat een aantal optische zaken geregeld moest worden. En een van die dingen is sociaal-liberaal. Dat je dat gewoon zegt van jezelf. Dat je je plaatst binnen het politieke spectrum. Zodat mensen weten, als ze het over D66 hebben, dat is een sociaal-liberale partij. Ja, maar is dat niet een labeltje wat gevonden is omdat het beestje leed aan kleurloosheid? En als we nou een naam aangeven, dan is die kleurloosheid heeft dan weer een kleur. Nou, het kleur was een andere voorstel, maar dat is niet overgenomen, de kleur geel. Het heeft niet zozeer met kleurloosheid te maken, maar het heeft te maken met, kun je kiezers, kun je de mensen in Nederland gewoon duidelijk maken dat er samenhang is tussen de verschillende standpunten die we innemen. En wat ons betreft, en het congres heeft dat goedgekeurd, dekt sociaal-liberaal de lading. Geeft aan zeg maar, het verband tussen de verschillende standpunten die wij innemen. Als je uitgaat van een positief mensbeeld. Ja, maar wacht even, toen ik jong was, ja, maar dat klinkt, toen ik jong was had je liberalen, hè, dat waren die VVD rechts, en je had socialisten, en die stonden aan de linkerkant, en dat was ook nog duidelijk. En dan had je sociaal-democraten, hè, allerlei varianten. Maar nou hoor ik sociaal-liberaal, en dan denk ik dus in mijn visie van, ja, dat is links en rechts verbinden, dat is het grijze midden, of het groene midden.
bidden dan, als je hoe je het maar noemen wilt. Nee. Is dat niet een stap te ver? Sociaal, links, liberaal, rechts? Nee, om even in ieder geval één misverstand dan meteen uit de wereld te helpen. Sociaal-liberaal is dus niet sociaal plus liberaal. Het wordt toch geschreven met gewoon een verbindingsteken ertussen. Het is gewoon een entiteit op zichzelf. Het is een stroming binnen de politiek. Om nou even die verbinding dus aan te geven. D66 heeft voor een aantal zaken gepleit. Ik noem er drie. De gekozen burgemeester, de ruimere winkelopeningstijden en de euthanasiewetgeving. In Amsterdam ook nog iets over referenda, maar... Ja, maar gewoon even dus wat wij landelijk vinden, die drie dingen. En dan kun je dat gewoon als drie verschillende opvattingen proberen duidelijk te maken. Dat gaat, maar dat gaat ingewikkeld. Je kunt ook zeggen, er zit verband tussen die dingen. Wat zit er tussen? Het verband is sociaal-liberaal. En waarom is dat sociaal-liberaal? Omdat het uitgaat van de verantwoordelijkheid die mensen zelf hebben... En een overheid die niet betuttelend bezig is. Wacht even, helder. Dus eventjes, dat gaat uit van? Gewoon individuen. Mensen gewoon zoals wij ze kennen. Die gewoon verantwoordelijk zijn voor hun eigen doen en laten. Daar dus ook in staat toe zijn. Dan moet je dus voor zorgen dat ze ontplooit zijn. En een overheid die niet betuttelend bezig is. Winkelopeningstijden. Dat je dat sociaal-liberaal noemt. Ik noem dat gewoon leuk. En dat was voor mij ook altijd het beeld wat D66 had. Ik vond het wel een leuke partij. Ik vond het wel een partij die je niet zo helemaal kon belabelen. Kon je geen naam aan geven. Het waren wel leuke mensen. En je had het gevoel dat ze dat ook wel echt meenden. En Van Mierlo, om maar een voorbeeld te noemen, die kwam vertrouwenwekkend over. Het was een leuke partij. En dat leuke dat noem je nou sociaal-liberaal. Ja, leuk schijnt in de politicologie geen stroming te zijn. Nou, dat schijnt dus sociaal. Hele belangrijke stroming. Leuke mensen is al heel belangrijk. Nee, dat zijn we dus nog steeds. Dat is gelukkig niet veranderd. Alleen dat schijnt dus een naam te hebben in de politiek. Dat is sociaal-liberaal. Als jij dat als leuk ziet, dan stelt me dat in ieder geval tevreden. Dan heeft het in ieder geval dus een positieve klank. Ja. Als ik in Nepal ben... En ik kom daar wel eens, dan hebben ze daar ook verkiezingen. Maar de mensen kunnen niet lezen of schrijven. Dus iedere partij heeft daar dus niet alleen een kleur, maar ook heel simpele dingen. De ene partij heet boom en de andere partij heet schop. En de derde partij heet huis of zo. Hè? Olifant of hoe dan ook. Die partijen hebben dus allemaal heel simpele beelden. En als mensen gaan stemmen, dan kennen ze het symbooltje erbij is. Deze simplificatie van de politiek om te zeggen, kijk, dat zijn de socialisten en dat zijn de confessionelen en dat zijn de liberalen en wij zijn dan de sociaal-liberalen, leidt tot... Inderdaad, een gesimplificeerd beeld. Je deelt de maatschappij op in... Past dat bij deze tijd? En dan denk ik even in marketingtermen. 10 jaar geleden had je ook allemaal bepaalde marketinggroepen. Maar toen kwam er een tijd dat ze zeiden, ja, maar dat is niet meer. Ik ben nu groen. Ik ben nu even D66. Maar morgen ben ik weer confessioneel. En overmorgen ben ik... Afgezien, afhankelijk van mijn behoeften, van de situatie van mijn gezin, moet ik op mijn ouders passen, pas ik me aan. Dus past dat in een hokje stoppen wel in deze tijd dan? Nou, ik zie het niet zozeer als in hokjes laten passen van iets wat al bestond, maar het gaat erom dat je dus wat je al vond, dat je daar het verband tussen aangeeft. Kijk, onze opvattingen zijn niet naar dat congres veranderd. Als wij nu over euthanasie zouden moeten stemmen, dan zouden we precies hetzelfde stemmen. Of het nou gaat over die winkelsluitingstijd of het referendum en de burgemeester. Vinden we nog steeds hetzelfde van. Alleen wat wij misten, wanneer je mensen uitlegt dat je daar een verband in kunt aangeven. Mensen vragen ernaar en zeggen, waar sta je dan voor? En wanneer zij zeggen, waar sta je voor, bedoelen ze eigenlijk, wat is nou de gemeenschappelijke noemer van al die standpunten die je inneemt? En D66 neemt elke dag, of het nou in de gemeenteraad is of in de Tweede Kamer, een standpunt in. Het is niet zo dat er geen standpunten zijn. En als mensen je dus dan vragen van, maar waar sta je dan voor, bedoelen ze eigenlijk, wat is nou die gemeenschappelijke noemer? Nou, dat is dus sociaal-liberaal, dat is dat verband tussen al die standpunten die je hebt, die nog steeds dus uitgaan van een individu die verantwoordelijk is voor zijn eigen doen en laten. En dat ook kan. En als hij daar niet toe in staat is, moet je ervoor zorgen dat mensen zichzelf kunnen ontplooien. En een overheid die wel aanwezig is, maar niet betuttelend. Nou, dat vind ik mooi. Dit is het partijidee van de opschudding. Toch denk ik dat de burger er naar kijkt en zegt, kijk, net als bij PvdA, waar je niet niks hebt, heb je dan gewoon een nieuwe garde en die zegt, oude rot, een beetje opschuiven. Jullie zijn allemaal wethouder en een beetje ingeslapen. En er gebeurt allemaal niet zoveel. En burgemeester en ministers geweest. Er moet wat gebeuren. En als aanleiding is het natuurlijk duidelijk, wij D66 hebben bij de afgelopen verkiezingen het niet best gedaan. Misschien doen we het bij de komende verkiezingen ook niet best, dus moet er wat gebeuren. Schuif eens op, dat gevoel krijg ik een beetje. Dat speelt er ook in mee. Het is natuurlijk zo dat over verschillende partijen, maar ook in verschillende landen, zeg maar de generatie uit de jaren 60, 70, voor een aantal belangrijke zaken heeft gezorgd. Voor vrijheid onder andere, voor veel meer vrijheid in ieder geval. En wanneer ze eenmaal zeg maar op een plek zaten, daar niet zo snel meer vandaan wilden. Plakken aan het kussen. Ja, zo zou je dat
Van mij mag je dat rustig op die manier uitdrukken. Ik zeg dus van mensen die niet zo snel eigenlijk opzij willen gaan. Het is ook niet zozeer bedoeld ten opzichte van die mensen als persoon, zeg maar. Maar aangeven dus dat dat elke tijd zijn eigen generatie kent. En sommigen noemen dit dan de niks-generatie. Maar blijkbaar wil ook deze generatie iets. En op een aantal gebieden, moet ik zeggen, merk ik niet zoveel verschil tussen opschudding, om maar één generatie te noemen, en de mensen die D66 destijds oprichten op dat moment. Die idealen zijn er nog steeds. Veel van ons zijn ook heel recent, dus bijvoorbeeld zoals ik 10 jaar geleden lid geworden van D66... met diezelfde ideeën in ons hoofd. Van daarom zijn we lid geworden van D66. En als je merkt dat dat in de praktijk steeds wat meer naar de achtergrond is gaan verschuiven, dat je denkt, hé, dat moeten we naar voren halen en we moeten dat verband beter aangeven, ja, dan heb je dus opschudding. Nou, ik weet niet of de burger het begrijpt. En dat is natuurlijk de grap, want er komen toch weer statenverkiezingen en Europese verkiezingen aan. Dan moeten we dat gaan zien. Ik kijk alleen naar de situatie en ik luister wel eens naar al die ministers rond dat millennium. En dan valt me op dat die mevrouw Borst, en ze is wat ouder volgens mij, is al boven 65 of niet. Ik weet niet precies hoe oud ze is. Ja, maar dat is me een hele wijze tante. Met al dat gelul over we zijn klaar, we zijn niet klaar en allerlei politici die elkaar daar de winst willen afsnoepen, zie ik daar iemand die de stem van de redelijkheid en de stem van de verdraagzaamheid, maar die ook zegt, hey jongens, natuurlijk zijn we nog niet helemaal klaar. Dit millennium probleem, dat moeten we nog hard aanpassen. Ik heb dit en dit gedaan, dit en dit en dit. We kijken naar de mensen. Ik vond daar een stem van de redelijkheid en een vertrouwenwekkende stem klinken. Terwijl veel van de andere ministers op mij de indruk maakten van, en ze ook minister van Bokstel, van nou, dit technisch probleem gaan we wel tackelen. Zag ik daar dat stukje wat ik eigenlijk in de hele politiek mis. En dat is, ja, zorg of, misschien dat leuke, dat, ik vind leuk misschien niet een goed woord, maar dat aardige. Daar was iemand die zorg voor de zaak had. Is dat niet een veel beter label voor een partij dan sociaal-liberaal? Ja, je noemt, leuk, aardig. Leuk, aardig, dat zegt al iedereen van ons, maar blijkbaar bedoelt men daarmee niet de politiek. En daar heb je dus nog steeds een politieke label voor nodig, een verbindingsstuk tussen al je standpunten. En als mensen dat uitleggen als leuk en aardig, vind ik dat prima. Dat prima. Ja, vind ik helemaal geen probleem. Als mensen maar duidelijk hebben dus dat het om een sociaal-liberale partij gaat, waar dus aardige, leuke mensen zijn, bezig zijn om gewoon iets voor dit land te doen. En als mevrouw Borst, die dus tot een hele andere generatie behoort, maar blijkbaar dus gewoon duidelijk heeft, hey, er is een nieuw probleem, dat hadden ze 50 jaar terug niet, het millenniumprobleem. We hebben daar veel dingen voor gedaan om dat te voorkomen, maar dat gaat niet helemaal lukken. We hebben nog een aantal problemen, misschien lukt het niet, maar dat zeg ik gewoon. Dan zeg ik, ja, die heeft dus helemaal door hoe dat moet. Deze tijd van individuele mensen die goed opgeleid zijn vaak in Nederland, die vraagt niet om regenten, zeg maar, die zeggen, oh, gaat u maar rustig slapen, wij lossen het wel op. Die vraagt om mensen die voor de publieke zaak blijkbaar werken, daar hun geld mee verdienen, die verantwoordelijkheid hebben gekregen en tegen die mensen zeggen, ik ben met die verantwoordelijkheid bezig, maar het lukt mij niet op elke punt. En misschien dus kunnen we dat samen doen. Ja, misschien kunnen we dat samen doen. Okay, dat vind ik. In het jaar dat ons nog tegemoet gaat voordat het 2000 is. Nou, dus hebben we nou, de staat D66, leuk, sociaal-liberaal. Nou, gaat het mis met de verkiezingen? En dan zit jij in die gemeenteraad. En dan zit je met z'n vieren en nu zit je misschien met z'n vieren en denk je, nou, het wordt wel weer beter, maar misschien wordt het slechter. Zou dat je functioneren in zo'n gemeenteraad beïnvloeden? Dat de partij, zeg maar, minder stemmen heeft gekregen? Ik denk dat het onbewust bij veel mensen wel zou meespelen. Het maakt nogal wat uit als je met z'n vier in een gemeenteraad zit. Maar je weet in de tussentijd, omdat er tussentijdse verkiezingen zijn geweest voor iets anders, dat als er nu verkiezingen worden gehouden, dat je eigenlijk weer met z'n achter terug zou komen. Daar houdt men in heel onbewust toch rekening mee. En aan de andere kant, zoals ik mijn andere collega's van andere partijen dus nu heb leren kennen, is dat ze toch gewoon afgaan op wat je inhoudelijk in te brengen hebt. En dat is heel erg goed. Dat zou dus betekenen dat zelfs als wij straks, zeg maar, met verkiezingen te maken hebben, waar ik dus niet van uitga, maar waaruit zou komen dat wij misschien met één persoon terugkomen, dat ze toch zeggen, ja, maar die andere drie zitten er ook nog steeds. En die hebben een inbreng en die is goed. Daar luisteren we naar. Zo heb ik een van mijn collega's tot nu toe meegemaakt. Dat is plezierig. Maar aan de andere kant geldt ook dat als wij eruit zouden komen met 8 zetels inderdaad, dat mensen ook nog steeds zeggen, ja, maar nog steeds zitten jullie daar met z'n vieren. Ja, je wint nooit in de politiek. Je moet er hard voor werken. Ja. Nou zit jij, je bent nu oud? 27? 28. Je bent 28. Heb je ambitie om te zeggen, ik wil naar de Tweede Kamer of ik wil wethouder worden? Wat wil je in de politiek? Ik zou wel een bestuurlijke functie willen. Ik denk niet dat het zo logisch is, zoals zoveel mensen aannemen, dat je naar de gemeenteraad, ik noem het een jaar of 8, dat je dan naar de Tweede Kamer of zo zou moeten. Het spreekt ook niet voor zich dat je daarna meteen wethouder moet worden.
Ik zou wel een bestuurlijke functie. Ik ben op de tram, op de tram. Nee, ik ben een politiek bestuurlijke functie. Kijk, ik ben dat begrijp ik. Ik ben nu een volksvertegenwoordiger. Dat is een iets andere functie, zeg maar, dan een bestuurder, een wethouder of een minister of een staatssecretaris. Maar het spreekt voor mij dus niet zozeer voor zich dat het allemaal achter elkaar gaat. Ik vind het geen probleem. En misschien is het zelfs beter dan allemaal achter elkaar dat je eerst een jaar of acht in de gemeenteraad zit. En dan er gewoon tussenuit gaat. Omdat je gewoon maar wil je dan, wat als je zegt bestuurlijke functie, je kunt ook directeur van een rondvaartbedrijf in Amsterdam worden. Of van bij Lovers zoeken ze geloof ik nog een directeur. Er zijn natuurlijk hele leuke banen in het bedrijfsleven waar je die ervaring ook op kunt doen. Ik vind het vaak zo jammer dat die politiek zo allemaal, je schuift van de ambtenarenbankje naar de politiek en weer terug. Nou, daarom zeg ik, ik zou dus misschien zelfs wel goed vinden, maar ik hoef daar niet per se nu meteen voor te kiezen. Om gewoon een tijdje tussen de uit te gaan. Dus om ergens in het bedrijfsleven of weer bij de overheid, maar dan dus in bestuurlijke functie te zitten, om die ervaring op te doen. Nou moet ik daar wel bij zeggen, dat is natuurlijk altijd een ander soort ervaring. Kijk, wethouder Harry Groen van Financiën, die heeft het keurig verwoord, vind ik, in een aantal commissievergaderingen. Die komt uit het bedrijfsleven en die zei, het besturen van de gemeente Amsterdam is driedimensionaal en dat maak je in het bedrijfsleven vaak niet mee. Je hebt daar met zoveel belangen te maken, die altijd weer aan elkaar moet zien te koppelen en mensen moet uitleggen waarom je een besluit neemt. Dat is wat anders dan in het bedrijfsleven, waar je in beginsel eigenlijk met je personeel en je aandeelhouders te maken hebt. Dus bedrijfsleven en daar ervaring op doen is nog geen garantie, zeg maar, dat je het ook bij de overheid en bij, zeg maar, de politiek redt. Maar ik vind het dus nogmaals geen probleem, en dat is misschien zelfs wel goed, om gewoon na een tijdje politiek eruit te gaan. En dan in het bedrijfsleven of in de overheid in een andere functie daar verder te gaan, om tenslotte weer terug te keren. Kamerlid, wethouder, dat zien we allemaal wel. Oké, dat is een goede stap. Nou even, je bent voor een gedeelte nog Turks, je spreekt Turks, je komt uit die achtergrond. Is er nog iets wat je trekt in Turkije, dat je zegt, ik wil terug naar Turkije om daar bijvoorbeeld eens een tijdje te werken? Of voor een Nederlands bedrijf daarnaar uitgezonden te worden? Om iets te doen met die cultuur waar je toch nog voor een gedeelte binding mee hebt? Nou, ik kan daar natuurlijk ook in Nederland iets mee doen. Maar als ik al zou denken aan terugkeer naar Turkije, we hebben het er wel eens met mijn vrouw over gehad, dan gaat het altijd in termen van misschien voor een tijdje om daar iets te doen, te werken. Het kan voor een Nederlands bedrijf zijn dat daar zit, of voor een Turks bedrijf dat hier zit en zegt, we willen wat mensen uit Nederland. Dat kan, maar altijd is het in termen van voor een tijdje. Kijk, wij hebben onze sociale wortels inmiddels gewoon in Nederland. Ja, dat kan ik me voorstellen. Je kunt maar niet zomaar achterlaten en naar Turkije teruggaan omdat je daar toevallig geboren bent. Nee. Want feitelijk gezien ben ik gewoon hier opgegroeid en ben ik gewoon een Amsterdammer zoals de anderen. Dat begrijp ik, maar ik vind het unieke van Amsterdam dat hier mensen zijn die nog die twee culturen, die twee talen, alles wat daarbij hoort, in zich dragen. Dat is een verworvenheid. Als we dat niet gebruiken, en één manier om dat te gebruiken is om bijvoorbeeld gewoon meer handel, meer contacten, meer culturele uitwisseling met Turkije op poten te zetten. Als we dat niet zouden gebruiken, dan laten we het ene afsterven voor het andere. Terwijl het zo leuk zou zijn als wij een blijvende band hadden. We hebben met Indonesië toch ook nog zo'n situatie, dat daar een culturele uitwisseling is en dat heel veel mensen dat positief ervaren. Ik vind dat ook positief. We hebben ervaring met een tropisch land. Het speelt nog. En niet alleen omdat je naar de Chinese of naar de Indonesische restaurant gaat. Dat is een stuk van de cultuur. Ik geloof dus wat dat betreft niet in integratie, of wel in integratie, maar je moet ook de eigenheid behouden. En het zou zo leuk zijn als politici ook zouden zeggen, ja, dat is wel aardig. Ik wil die band nog wel positief zien. Niet van, ik was Turk. Nee, je bent nog Turk. Ik zie hem ook als positief, maar dat heeft dus voor mij niet te betekenen dat ik dus moet terugkeren of zo om dat te bewijzen. Ik bedoel, ik kan ook gewoon rustig in Amsterdam blijven. En als Nederlander gewoon in de politiek zitten. En nog steeds, en dat als positief ervaren, dat ik van Turkse afkomst ben, zonder dus terug te keren naar Turkije. Het is voor mij dus niet de manier om het aan te tonen. Het zou kunnen. Het zou kunnen. Ik bedoel, als ik de gelegenheid krijg om ook in Turkije te werken, net als dat ik dat ook zou aangrijpen als ik bijvoorbeeld een aantal jaren in Zwitserland of Amerika zou mogen werken. Lijkt me ook hartstikke leuk om een tijdje gewoon echt weer in een andere cultuur te zijn. Om je nou bijvoorbeeld naar Rusland te sturen, dan moet je toch weer Russisch leren en zo. Dat is een heleboel energie heb je dan. Dat is ingewikkelder. Zwitserland en Amerika zijn wat dat betreft voor mij makkelijker. Ja, dat is waar. Even teruggaan naar de Amsterdamse politiek. Heb je het gevoel dat D66 uit de verf komt of niet uit de verf komt? Jullie hebben een wethouder, Jikki van der Giezen. Laten we eerlijk zijn, er is nogal wat kritiek op haar, uit ik ook. Vanuit de rest van het college heb je soms het gevoel dat ze een klein beetje in de hoek wordt gezet. Maakt dat jullie werk als raadsleden moeilijker, makkelijker?
Ik weet niet of die opsomming feitelijk is, maar mocht dat zo zijn, dan heb ik er in ieder geval geen last van, als dat zo is. Ik merk daar in het functioneren in de gemeenteraad of in de commissies in ieder geval niks van. Ik zou juist willen zeggen van, het gaat eigenlijk net als vroeger. Toen wij gewoon 2 wethouders hadden, 8 mensen in de raad. In de commissies hebben wij nog steeds gewoon goede bijdragers. Er wordt naar geluisterd, voorstellen worden overgenomen. Ik maak daar persoonlijk gewoon helemaal niks van. Je zit niet in een commissie waar iemand zit met zo'n rij klokjes van je spreektijd is op? Dat maken we wel eens mee. In begrotingstijd zie je dat natuurlijk, omdat dan echt alles snel moet. En iedereen moet aan dat moet ik even schreven duidelijk maken. Hè? Dus iedere partij heeft naar gelang zijn grote spreektijd. Want eigenlijk heeft ieder lid zoveel spreektijd, maar goed, je spreekt namens je partij. En dat wordt dan bijgehouden met allemaal klokjes, een soort schaakklokjes. Ik moet allemaal lachen, er staat een hele rij wekkers. En dan moet de voorzitter dus bijhouden hoeveel seconden. En dan word je weer geïnterrumpeerd en dan komen er weer secondes bij. Ik vind dat een beetje onzin, want eigenlijk zou iedereen gewoon ruim moeten kunnen spreken en zijn mening moeten geven. En zichzelf moeten beheersen en er geen eindeloze lulverhalen van maken. Nou, dat van die tijdklokken, dat gebeurt dus in een aantal commissies en vooral in begrotingstijd, omdat alles snel moet. Maar in de commissies, daar heb je helemaal gelijk en daar zou je eigenlijk helemaal niet met die tijden moeten werken. Ik merk dat ook niet hoor, normaal gesproken, dat die tijdsbelemmering erop zit. Nee, meestal zit hij er dus niet op, maar wanneer hij gebruikt wordt, is hij vaak functioneel. Hij wordt wel eens oneigenlijk gebruikt, zeg maar, om gewoon ook commissieleden erop te wijzen dat ze die terughoudendheid moeten betrachten in het gebruik van veel spreektijd. Maar ik vind wel inderdaad dat in die commissies van advies, commissies van bijstand, er ruimte moet zijn voor discussie. Kijk, die gemeenteraadsvergaderingen die eens in de 2 plaatsvinden, dat is vaak besluitvormend, snel al die besluiten, een hele agenda af te werken, vindt vaak geen goed debat eigenlijk plaats. Die vindt wel in de commissie, in ieder geval daar hoort die plaatsvinden. Daar zou je dus de tijd moeten nemen, zodat je onderwerpen tussen verschillende partijen nog eens principieel te bekijken of op een praktische gevolgen, zodat je daar tot meningsuitwisseling komt. En de wethouder dat ook kan gebruiken, dus als een commissie van advies en bijstand, nee. Dat hij iets met die opvattingen en die principes en die uitspraken en die argumenten kan doen en dus terug kan keren eventueel naar het college en zeggen, ja, maar we hebben dat wel voorgesteld, maar misschien is het handig, nu de raad gehoord hebben in de commissie, dat we dat toch iets veranderen. Daar zou die commissie inderdaad veel meer voor moeten worden gebruikt. Vind je het prettig dat daar ook insprekers zijn? Hè? Zo'n commissie kunnen dus mensen die bij betrokken zijn, die staan op de agenda en zeggen, oh, dat gaat over mijn stukje. Je ziet daar trouwens heel vaak wel bestuurders ook weer van een ziekenhuis of een museum of een sportvereniging of een of andere club die hun eigen belang komen verdedigen. Maar vind je het prettig dat die kans er is? Ik vind dat heel prettig. Het maakt ook dat wij ons werk gewoon beter kunnen doen. Kijk, wij krijgen zoveel te lezen. Een aantal duizenden pagina's weet ik niet, maar dat is laatst uitgezocht. Dat is heel veel. Je kunt niet elk detail zien. Je mist wel eens wat. En je ziet dus dat bijvoorbeeld als er iets in een buurt gaat gebeuren, dat mensen gewoon een buurtcomité oprichten. Wel die stukken tot in detail tot zich hebben genomen. Weten wat er met hun straat, hun buurt gaat gebeuren. En die sturen je vaak heel veel stukken op. Dat vind ik prettig. Dat zijn goede samenvattingen vaak. Of het geeft in ieder geval aan waar de knelpunten zitten. Wat is nou echt... Wat heeft een grote gevolgen zeg maar, voor die buurt? En dat maakt mijn werk zeg maar, makkelijker. Ik kan sneller door de stof. En ik weet ook precies waar de knelpunten zitten. Nog een gesprekje eroverheen. Persoonlijk dan wel door de telefoon. En ik ben beter voorbereid op zo'n vergadering. Ja. En als ze daar ook nog eens een keertje zitten om dat duidelijk te maken, dan kun je er ook nog aan refereren. Dan kan in ieder geval niet iemand anders zeggen, maar waar heb je dat nou weer vandaan? Nee, dat komt gewoon van iemand die in de stad woont en die dat gaat meemaken straks. En die zegt dat gewoon tegen je. Ik vind dat prettig. Dat is prettig. Maar goed, soms staan er ook wel eens 300 mensen van de Hells Angels plotseling in de raadzaal of in zo'n commissiezaal. En dan denk je, nou, die komen ook nog even hun stukje subsidie regelen, zou ik maar zeggen. Het gaat natuurlijk ook een soort druk vanuit als er een heleboel mensen daar in die zaal zitten en wat schreeuwerig hun punt maken. Kijk, wanneer dat in commissievergaderingen gebeurt omdat er een onderwerp aan de orde is, is dat vaak geen probleem. Je weet dat het gaat gebeuren. Ik zie je dan aankomen en je kunt je erop voorbereiden en je weet al van tevoren voor die druk, die extra druk, omdat er 100 mensen op de tribune zitten, daar trek je je niet zo van. Het gaat nog steeds om de inhoud en vaak heb je die al van tevoren bestudeerd. Wat wel vervelend is, dat soms gewoon zonder dat je het weet een hele groep mensen voor een onderwerp dat helemaal niet geagendeerd is, gewoon komt opdagen. Wat is dan het probleem? Omdat je één niet weet wat precies het probleem is, waarom die mensen er zijn. Ze hebben vaak een verhaal, maar kunnen geen officiële setting vinden om dat zeg maar, kwijt te raken. Zij zijn gefrustreerd op dat moment, maar ik ook, want ik begrijp dat er wel iets aan de hand is, maar kan daar op dat moment officieel niet over praten.
Dat is dus heel vervelend. Ik zou dus ook willen dat mensen die gewoon iets willen in deze stad, en dat is altijd prettig om dat te zien dat het toch wel zo is, dat die gewoon heel officieel ook gewoon contact met ons opnemen. Dat ze zeggen, ja, we hebben iets wat we willen bespreken. Kunt u daar tijd voor vrijmaken? Want die is er altijd. Moeten ze dat dan richten aan het D66-bestuur of aan de D66-fractie? Dat moeten ze richten aan de D66-fractie. We hebben altijd twee medewerkers op het stadhuis die de telefoon aannemen en ons al anderszins bijstaan. Die nemen die telefoon aan, maken afspraken. Mensen bellen mij ook wel eens privé op, maak ik ook gewoon een afspraak met ze. Dat maakt dat ik mijn werk één, leuker vind, contact met de mensen, en twee, het gaat makkelijker op die manier. Want zij hebben het probleem waarschijnlijk helemaal verwerkt. Ja, ik merk het ook wel. Erbij gezocht, de feitelijke informatie. Nou, dat maakt het stuk makkelijker. Oké, 1999 komt eraan, 2000 ook. Het laatste, ik vind in het Engels hebben ze daar een mooi woord, penultimate year of the century. Gaat er in het jaar 1999 nog iets leuks gebeuren voor jou persoonlijk of voor Amsterdam? Wat denk je dat er gaat gebeuren? Voor mij persoonlijk? Volgens mij gaat er voor mij persoonlijk niet zoveel veranderen in 1999. Het is volgens mij ook officieel niet het laatste jaar van het millennium, want dat is 2000, heb ik me laten uitleggen. Ah, daar kun je eindeloos ruzie over maken. Is Jezus nou in het jaar 0 geboren, of het jaar 1? Ik weet het niet. Ik weet het ook niet, maar in ieder geval... Ik vind het niet zo belangrijk. De meeste mensen gaan feestvieren. Het is wel een belangrijk jaar. We gaan feestvieren in ieder geval met oud en nieuw volgend jaar, ook dit jaar trouwens. Voor mij persoonlijk dus, ik verwacht geen een grote verandering. Mijn werk zal gewoon doorgaan en ik mag hopen dat ik gewoon getrouwd blijf, dat mijn huis er nog staat straks. Wat er voor de stad verandert is dat het wel het jaar is waarin grote veranderingen gaan komen in de stad. Onze wethouder heeft dat bij de beschouwingen de grote zandbak genoemd. Amsterdam wordt een grote zandbak. Daar beginnen we in 1999 mee. Er staan grote plannen op stapel. Noord-Zuidlijn, Eiburg. De verbouwing van een aantal wijken, aanleg van een aantal tram- en metrolijnen. Dat maakt dus dat die stad op verschillende plekken tegelijkertijd open wordt gelegd. Dus dat gaat enorm veranderen. Of mensen dat leuk vinden op dat moment, dat weet ik niet. Ik kan zelfs vermoeden dat het helemaal niet leuk is. Ik vind het ook onprettig als ik een straat wil inrijden en het is gewoon dicht. En dat moeten we dus goed met die mensen bespreken op buurtniveau. Gewoon waar mensen daar last van zouden kunnen hebben. Dat moet goed gecommuniceerd worden. Maar uiteindelijk denk ik dat we er blij mee moeten zijn. Want als die zandbak eenmaal weg is, dan hebben we een aantal nieuwe dingen daarvoor in de plaats gekregen. En dan kunnen we zo zeggen, schoon het komende millennium in. En of dat nou het jaar 2001, maakt mij ook niet zo uit. We hebben gesproken met Attila Arda. Hij is lid van D66, van de fractie van D66 in de gemeenteraad. En nou, we hopen dat en D66 en de stad Amsterdam komend jaar voorspoedig gaat. En wensen iedereen dus dan ook allemaal vast een voorspoedig 1999. Dank u wel. Graag gedaan. Dit is Mystère. En iedere dag van 4 tot 6 op het kanaal van RTL5. Dit is Mystère. Jerry, er is geen kleurverf die hij niet kan maken.